Dit weet ik gewoon nog. Hey, gaat u? Ziek. Shit. Ja, en jij? Ik heb 3 uur geslapen vannacht en Bram snurkte. Hey. Hallo Jessen. Goed idee, dingen verstoken op schip. Wij gaan naar Londen, maar zonder Doken, want die zit nog in Wenen. Maar Doken komt straks ook op Schiphol. En dan gaan we een briefje voor hem verstoppen, zodat hij een leuke verrassing krijgt. Maar hij weet al wel dat we een briefje verstopten. Ja. En hij heeft het zo ongeveer geëist. Ja, ja, ja. Maar Bram gaat het niet onder tafel verstoppen. Nerd alert! As we speak veranderen we van bovenleidingspanning. Van 1500 volt gelijkstroom naar 25.000 volt wisselstroom. Hallo! Het is wel saai dat jullie ergens anders zitten. Voor mij zit het helemaal goed. Echt leuk. Je moet eigenlijk altijd een vriend nemen met dezelfde maat. Dat hadden we ook. Dat was heel handig. Het was zo. De ballonnen van 40 uur. Hoe lang is de wachttijd voor de Python? Dit is het bordje daar was nog 10 minuten. Ik faal denk ik zoiets. Ik denk dat ik al 2 keer achter elkaar ga. Engelsen zijn er altijd zo bang voor dat je in een gap. Ja, ja. Overal is het waar. Mind the gap. Dat is voor mij. Ja. Geloof me. Zitten jullie naast elkaar? Ja, yes, they're next to each other. It's in a seat of 4. Dan we leave it like this. It's fine. Dit is het hoogtepunt van de reis voor Bram. Eten in de trein. Ja. Yeah. Rondje van de kies. Oh, wel lekker. En jij? Koud. Ik dacht eerst dat het een onderzitter was, maar Nerd alert! Dat betekent iets heel leuks. Kom zo bij de Queen Elizabeth II brug. Er zijn 2 autobruggen en dan gaat de trein tussendoor. Is het iets erotisch of wat is het? Ja. Ze wonen toch? Is er ook geld opnieuw? Van Londen vertellen al. Het is wel jammer dat Doken niet bij is, hè? Ja, heel jammer. Maar het is wel mooi, want we zijn nu precies in de helft verdeeld. Kijk, dit zijn de nerds. Ja. En dit zijn de normale mensen. Nerd alert! We zijn archeoloog gespecialiseerd in Londense spoorwegen. Dus alle spoorwegen die ooit in Londen geweest zijn, gaan ze nu zoeken. Bijvoorbeeld dit soort muren en zo. Die zijn allemaal dus oude spoorwegembankementen. Je hebt een goede camera. Ja, ik heb van jullie voor mijn verjaardag een upgrade gekregen. Maar wat betekent dat? Massages? Volgens mij iets meer ruimte. Misschien een ander uitzicht. En? Oh ja, en een gitaar en een plaatspeler. Zo gaan we net met serieus nemen. Hoe komt dat? Ik snap het niet. Wij wisten niet wat er aan de hand was en dat Jozef eens weg was een foto stuurde dat hij bij de kapper zat. Ja. Nou, het maakt maar een shot of zo. Een cadeautje voor je. Serieus? Wauw! Ik heb helemaal mijn smaak. Berg. Brent Everett. You're welcome. Makum Sato. Jim Makum. Brent Everett. Iemand die zijn tanden poetst. Dit weet ik gewoon nog. Oh, jezus. Wie wordt er?